Welkom bij aflevering 6 van Hanische. Even terug naar vorige week vrijdag. In verband met veel arbeid op de woensdagtrainingen is de A3 afgesloten. Je kunt er met een bogels omheen rijden. Indianentaal. Als de bogel altijd gespannen is, komt er geen pijl uit. Arnold mist de penalty op ons mooie groene veld. Die gozer, Nick Bakker, van heel aan mijn bak, die lijmde mooi in. En ook nog in de extra tijd. Die Jury Meloen speelde niet slecht bij jullie. En daarvoor een inwegenaar. Jammer dat hij niet bij ons zit. Het was een Emmentaler gatenkaas, maar dan bij ons. Favoriete speler vond ik Jury Meloen. Maar die zat wel bij hun en niet bij ons. En hij speelde ook goed in die bekerwedstrijd. Het is wel mooi dat we maar 1-3 gewonnen hebben daar. Dat hadden we hard nodig. Op naar de maandag. Zou het lek boven zien? Of in de kelder, als het lek maar dicht is. Het effect van Frankie de Moesje is nou wel zichtbaar. Een goede spitsentrainer. Ten Brake en Groeneveld zijn goede leerlingen. Ze maakten er afgelopen dinsdag samen 3. Ik kreeg wel hertklachten. Als ik eraan denk, maandag, jong PSV, er staat een hert in de gang. Op de hertgang. Of was er nou een peert? Alberto, Rayi en Groeneveld en jullie deden. Om het tegendeel te laten zien waarom ze jullie niet nodig hadden in die lichtstad. Hartstikke spannend tegen die lampenkappen uit Eindhoven. We moeten zorgen voor 3 lichtpuntjes. Dat zou mooi zien op de maandag. Scheidsrechter. Ja, hij zou me nog bellen, die muts, maar ik heb niks gehoord. Voorspelling. We moeten toch winnen, jongen. Ik denk toch 0-1, 0-2. En dan zien we weer tevreden. Hou je en tot volgende keer. En denk eraan, al moet ik kruipen, hè. Uitmorgen.